Lieve broeders en zusters, deze ochtend zijn er drie schriftlezingen. De eerste is uit Jeremia 17. Jeremia 17. Vanaf vers 12. 17. Eigenlijk is een heel, het hele hoofdstuk prachtig mooi. Er staan hele bijzondere woorden in. Maar goed, je kunt niet alles lezen. Thuis wel natuurlijk, maar hier niet. Maar er staat er vanaf vers 12. Een eretroon, een hoge plaats vanaf het begin is de plaats van ons heiligdom. Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Genees mij, Heere, en ik zal genezen worden. Verlos mij, en ik zal verlost worden. Want U bent mijn loszang. Zie, zij zeggen tegen mij: waar is het woord van de Heere? Laat het toch uitkomen. Wat mij betreft, ik heb niet meer aangedrongen dan een herder achter u betaamde. Naar een onheilsdag heb ik niet verlangd. U weet zelf wat over mijn lippen kwam: het was voor uw aangezicht, dat zegt de profeet Jeremia steeds. Wees mij niet tot een verschrikking. U bent mijn toevlucht op een dag van onheil. Laat mij vervolgens beschaamd worden, maar laat mij niet beschaamd worden. Laat zij ontsteld zijn, maar laat mij niet ontsteld zijn. Breng over hen een dag van onheil. Breek ze met een dubbele verbreking. En dan gaan we naar een heel bekend gedeelte. En dat is Matthäus 11. Matthäus 11 vanaf vers 25. Matthäus 11 vanaf vers 25. Daar staat: In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, vader, heren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader, en niemand kent de vader dan de zoon. En Hij, aan wie de Zoon het wil openbaren, kom naar mij toe, of kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dan het boek Openbaring en ook weer een bekend gedeelte denk ik. Dat gaat over u en mij over de gemeente Philadelphia. Hoofdstuk 3. Openbaring 3. Vanaf vers 7. Openbaring 3 vanaf vers 7. En daar staat: En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia: Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloogend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. die over heel de wereld komen zal, om hen die op aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God, het Nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan, en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Halleluja! Amen. Het klagen wordt gezang. Ik hoop dat u nu ook al een beetje zingt. He? Vanmorgen. Drie schriftlezingen en misschien zegt u, past dat nu bij elkaar? Jeremia, Matthäus 11 en Openbaring 3. We zullen zien. Je kunt soms met dingen in aanraking komen dat je denkt bij jezelf, moet dat zo? moet het zo gaan? Je hebt je gedachten over situaties, over voorvallen. En pas later komt er ineens wat goeds uit voort. Ik dacht deze week van Renny ben je ook dankbaar voor je vijanden? Ben je ook dankbaar voor je vijanden? Als je dankbaar bent voor je vijanden, dan bid je voor hen. En als je voor hen bidt, dan gaan de vijanden niet veranderen, maar dan ga je zelf veranderen. En dat begint op de knieën. Daar gaan we het vanmorgen ook over hebben. Soms maak je dingen mee, hele simpele, onnozele dingen. En dan denk je achteraf het is goed geweest, want er kwam iets goeds uit voort. In deze zondige wereld, die steeds zondiger en zwarter wordt en duister, zien we steeds meer hoe goed God is. Wordt duidelijk als u met God wandelt hoe liefdevol en geduldig Hij is. Hoeveel geduld Hij heeft met trage mensen. Met mensen die hardnekkig zijn, zoals ik. Dan ligt hij steeds meer op. Ik heb het wel eens vaker gezegd: Gods liefde en trouw en heiligheid schittert als we zien naar het kruis. Tussen de mensen die zelfs het meest kostbare zijn geliefde zoon elimineren. Deze week, een klein voorvalletje, heel onnozel, maar misschien herkent u er iets van. We, hadden een, we hebben een wc en dat binnenwerk was niet goed meer. En zoals zo vaak, mijn vrouw had al verschillende keren gezegd, wanneer zul je dat een keer doen? Ik lijk een beetje op mijn vader. In dat opzicht. Uiteindelijk heb ik het besteld binnenwerk en ik heb het erin gezet. En dat lukte, alleen ik kreeg hem niet helemaal dicht. Dat betekende dat hij steeds bleef bijvullen. Na een minuut, en weer een minuut. Ik zei later eerst maar: het lukt me niet. Ik denk, dat het zal wel aan de wc liggen, het is niet helemaal zo. Niet aan mij natuurlijk. En uh, goed, ik, ik, ik kwam s'avonds laat thuis deze week. En uh, ik zei: dan draa draaien we de wc maar in de nacht, maar dicht. Want anders gaat hij maar door. Maar op pap, met dat kraantje, dat begon ook te kraken en te piepen. En dat begon te lekken van onderen. Nou, het was twaalf uur. Dus ik denk: ik ga naar mijn bed. En toch nog eens even naar het knopje. En ik denk, nou, ik draai even dat vertieltje. Dat ga ik ook even draaien. En dat vertieltje spoot omhoog. Met het water. Dus, en ik, nat, nou, dan weet ik het allemaal. Zo gaat het soms in het leven. Dus ik heb de hoofdkraan uitgedraaid. En toen was het loose. dat begrijpt u wel. Ik heb toch nog even naar dat vertieltje gekeken. Ik heb het ruppertje op zijn plaats gezet, enzovoort, enzovoort. Ik heb nog wat geknutseld in die wc. En raar eens wat er is gebeurd. Hij doet het. <laughs> en het lijkt niet meer. Nou, zo gaat het soms. Helemaal nat, de wc helemaal nat, maar het maakt niet uit. Het probleem is opgelost. Er kwam iets goeds uit voort. Bijzonder, vond ik dat. Dat is maar een heel klein voorval. En dan kun je gaan piepen en dan kun je dit en dan kun je dat en dan kun je gaan, ja, ik moet weer dweilen en ik moet dit voor de nacht en dan kan ik slapen. Niet doen. Niet klagen. Maar dragen en bidden om kracht. En deze week met de voorbereidingen dan bid je ervoor zeggen: "Heer, wat wilt u dat ik ga doen?" En dan ben ik even heel Eerlijk, dat probeer ik altijd te zijn, maar ook nu. Kunt u zich voorstellen dat je dan soms in een spagaat zit? Een spagaat van, heren, uw woord moet ik verkondigen? Moet ik de mensen bemoedigen? Nou ja, als je de woorden leest van God, word je altijd bemoedigd. Moet ik ze bemoedigen? Moet ik ze op een of andere manier nog meer iets van u vertellen? Moet ik ze waarschuwen? En toen kwam ik bij Jeremia 17. Dan zit je in een spagaat. Want je wilt natuurlijk niet de vervelende Rennie zijn. Maar toen zag ik Jeremia. Jeremia was heel vervelend. Het was een van de meest vervelende profeten. Naar de mens gesproken. En dan zeg ik het even heel menselijk ook. Het is eigenlijk nog veel dieper. Deze man, deze profeet. Voelde zich eenzaam. Als u eens tijd hebt, moet u dus een aantal hoofdstukken lezen. Rondom hoofdstuk 17. En moeten we eens proberen in te denken wat hij doormaakt. Hoe eenzaam deze man is en hoe strijd deze man heeft uit het midden van Juda. En we zien dan in die verschillende hoofdstukken: dat God aan het woord is, maar dat ook Jeremia aan het woord is. Ook in dit gedeelte. Hoe ze tegen hem tekeer gaan. Je kunt iemand slaan. Ach, niet zo erg toch. Maar je kunt iemand ook slaan met woorden. Met je ogen. Met je houding. Het gaat veel dieper. Je kunt iemand kapot maken met je woorden. Met je houding. Met hoe je tegenover iemand staat. Jeremie heeft het allemaal meegemaakt: mentale mishandeling en ook fysieke mishandeling en geestelijke mishandeling. Je zou kunnen zeggen: mentaal is nog dat gaat in op de psyche, op de ziel, maar geestelijke mishandeling is eigenlijk demonisch. Hij heeft het allemaal meegemaakt. Het volk van God, het volk van God, Juda. Dat werd zijn tegenstander. Hij maakte mee, Jeremia, wat God al jaren meemaakte. Hoe ze God, die hen had bevrijd van Egypte, hen had gevoed, enzovoort, enzovoort. Hoe God aan de kant werd gezet. En dat ze de afgoden gingen dienen. Mensen, dat moeten we niet relativeren. Dit is echt heel diep en ernstig. Jeremia, die zegt: Wee mij, mijn moeder die mij gebaard heeft. Een man van oneenigheid en een man van ruzie voor heel het land. Ik heb niets uitgeleend en men heeft mij niets uitgeleend. Toch vervloekt ieder van hen mij. Dat zegt hij. Hij is net zoals Job, de geboortedag. Hij had beter niet geboren kunnen worden, zegt hij naar de mens gesproken. Hè? En dan toch ook diezelfde Jeremia. Die zegt: U heere, u kent mijn onschuld. Denk aan mij en zie naar mij om. En hij spreekt, dat doen wij niet, maar hij zegt: Wreek mij op mijn vervolgers. Jeremia is een van de enigen. Die zegt: Zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Wat mooi, wat een beeldspraak. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want uw naam is over mij uitgeroepen. Staat in hoofdstuk 15. Dat zegt hij over het woord van God. Zodra hij het woord zag, at hij het op. En zei dat woord is voor mij. Dat woord is voor mij een vreugde, ondanks al die vervolgingen, ondanks dat, die vijandschap. En u gaat dat ook meemaken en wij gaan dat meemaken. En misschien maakt u het al mee. De gemeente van de Heer Jezus maakt het mee. Ik las nog even ergens dat zo'n 350 miljoen christenen worden vervolgd in mindere of meerdere mate. Open Doors schrijft er heel veel over. De ondergrondse kerk schrijft er over. Honderdduizenden christenen zitten gevangen in Noord-Korea. En wij bidden voor hen. Wij willen en blijven bidden voor hen. Want we zijn met onze broeders en zusters verbonden. We denken aan de broeders en zusters in China, in Nigeria, in alle islamitische landen. Jeremia maakte mee. Wat zoveel profeten van God hebben meegemaakt. Maar we zien ook hoe hij staat voor het woord van God. Dat woord van God is alles voor hem. En hij eet het op. Zoals Johannes het ook op moest eten. En het was zoet in zijn mond. Het lag zwaar op zijn maag. Dat is boek openbaring. Wat de oordelen zouden komen. Jeremia. En hij zegt in hoofdstuk 17: dat zijn die prachtige woorden. Wie kent die woorden niet? Zo zegt de Heer: vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt. En dan vers 7. Gezegend is de man die op de Heer vertrouwt, wiens vertrouwen de Heer is, want hij is als een boom. Dat zegt deze tekst zo prachtig. We vertrouwen toch op de Heer. Ik denk dat God dingen toestaat, dingen wegneemt zodat we alleen op hem vertrouwen. En gaan vertrouwen. Niet met onze mond, met ons hart, met ons hele leven. Jeremia moet het oordeel aankondigen. Jeremia moet het oordeel aankondigen over Juda. Juda Juda, jullie gaan weggevoerd worden. God gaat jullie wegvoeren. Hij brengt je naar een land ver bij dit land vandaan. Wat moest hij zeggen? Hij moest tegen de stroom in gaan roeien als een van de enigen. Moest hij dat doen? Wat een eenzaamheid, onvoorstelbaar. Waarom? Daar komen we zo meteen nog op. Waarom verstaan we dat niet meer? Waarom zijn er zoveel kerken en gemeenten die zo graag bij de wereld willen horen? Waarom? Terwijl de Bijbel zo anders is. God laat het zo duidelijk zien en toch is men ziende blind en horende doof. Hoe kan het? Het oordeel is aanstaande. Vijandelijke legers staan voor de deur, staan aan de grens. Vele doden zullen er vallen, jong en oud, dat gaat gebeuren. God zegt, ik heb genoeg van jullie. Ook al zouden Mozes en Samuel voor me staan, het is op met mijn geduld. Dat zegt God. Die God, verkondigen we die nog. Hij zegt het in, volgens mij, hoofdstuk 14. Het is op met Gods geduld. En het wordt aangekondigd. Hij houdt hun de zegen en de vloek voor. En toch, door dit gedeelte heen, en dat zie je ook in hoofdstuk 18. Zegt God: Er is nog een vluchtroute. En Hij zegt het zo mooi in het tekstgedeelte: Here, hoop van Israël. Er is nog een vluchtroute. Hoofdstuk 18 zegt het zo mooi: dat als een volk zich bekeert dat God datgene wat hij gedacht had te zullen doen, dat hij dat niet doet. En hij zegt tegen Judah: bekeer jullie. Bekeer jullie en doe de afgoden weg. Want dat was de bottleneck. Dat was het probleem. Er staat hier zo duidelijk, wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water de Heere, verlaten. En daarvoor, allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. En dan zegt Jeremia, genees mij heren en ik zal genezen worden. Verlos mij en ik zal verlost worden, want u bent mijn loszang. Dus tegenover het weggaan bij God, de bron van het levende water, staat de verlossing en de genezing als we naar hem toe gaan. Waarom gaan mensen bij God vandaan? Waarom gaan ze weg bij het levende water? Als je in de woestijn leeft, er is geen water en dan ga je bij de bron vandaan. Dat doe je toch niet? Daar blijf je toch? Anders kom je om. En dat staat hier. Hoe kan het zijn dat de wereld zo. wat we ook rond hebben gehoord. Zo ten onder gaat door leugen en bedrog. Dat ze gerust bij God vandaan kunnen gaan. Dat is ouderwets. Laat die Bijbel maar dicht. Dat hebben we gehad. Dat is iets uit de middeleeuwen. We hebben onze eigen oplossingen. En God die zegt: Wie mij verlaten. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Ik, ik hoor nu mensen denken: hé, hey, waar was dat ook alweer? Waar was het ook alweer dat de Heere Jezus in de aarde schreef? Ja? Bent u dat aan het denken? En waar staat dat? Juist. Johannes 8. En de overspelige vrouw. die werd gebracht. door wie? Door de godsdienstige mensen. Je zou kunnen zeggen: door Juda. Ze hadden geen bewogenheid met deze vrouw. Ze hadden ook geen liefde voor deze vrouw. Deze vrouw kwam prima. Het kwam heel goed uit voor hun. Want zij was een voorwerp om zichzelf te rechtvaardigen en om de Heer Jezus te laten struikelen. Dus het was prachtig. Het paste precies in hun plannen. Zoals de wereld haar plannen heeft. Maar God die zegt ook hier in Jeremia. Arglistig is het hart. Boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Wie kent het hart van de mens? En dan zegt de Heer: hè? Ik, de Heer, doorgrond het hart, beproef de nieren. En dat om een ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Er is één in het universum die een hartekenner is. Wij niet, wij hebben soms heel veel gedachten over harten van mensen. Hou ermee op alsjeblieft, alleen God kent het hart. En God zal de mens oordelen op grond van zijn hart. God weet het. En de Heer Jezus is God en hij kende het hart van de schriftgeleerden. Hij kende het hart van die mensen die deze overspelige vrouw hadden betrapt en hem wilden verleiden. Maar dat is geen geloof. En ze brengen haar bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus die schrijft. En weet je wat hij schrijft? De meeste uitleggers denken, de aarde is een beeld van de dood. Van veroordeling. De mensen, de kerkmensen, die niet wederom geboren zijn, die geen enkele mededogen hebben, geen liefde die alleen maar uit zijn op roem en eer van elkaar, hoogmoedig als ze zijn, ze zijn reeds veroordeeld. En ze worden in de aarde geschreven. En God die zegt, zo schrijf ik hier ook, Juda, in de aarde. En dan komt die overspelige vrouw, geweldig. En die overspelige vrouw blijft alleen over. En die gaat naar de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus, bent u veroordeeld? Want wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. Ik veroordeel u ook niet. Deze vrouw zag wie de Heer Jezus was. Geweldig. Mensen die zo dicht bij het vuur stonden, zagen het niet. En zij die zo ver af was, zag het wel. Oh, geweldig. En ze werd gered. Ze leerde de genade kennen van God. Daar gaan we nog veel meer van horen als ik nog tijd heb, Tuurlijk, Ik heb alle tijd. En de Heer Jezus doet precies hetzelfde wat God ook doet. En hoe Hij hen uitnodigt om te zeggen, kom bij mij, ik ben de bron van alle leven. Juda, bekeer je, want er is hoop. Ik stuur zo Babel weer weg. Wat kan God doen? Dat heeft hij zo vaak gedaan. Hij heeft ze zo vaak uitgered. God, God kan alles. Hij kan zo de corona uit de wereld sturen. Echt. Dat kan hij zo doen. Als de wereld de knieën zou buigen voor de levende God, dan, dan gaat God een wonder doen. Als de volken zich gaan bekeren, gaat God een wonder doen. Echt. God is dezelfde God. 2021, 8 augustus geloof ik. Hij is dezelfde God als gisteren en eergisteren. Hij kan mensen redden. Hij kan mensen genezen. Hij kan mensen redden voor de eeuwigheid. Dat doet God. Niet de wetenschap. God. God is te vertrouwen. Maar mensen kennen we ons hart. Ons hart is arglistig. Het leidt ons op verkeerde paden. We hebben vaak hoogmoedige harten. God die zegt het. En als God het zegt, dan zeg ik ja, amen. Ook op dit. Ook al vind ik het niet leuk. Dat God tegen mij zegt, Renny, je hart is arglistig hoor, denk erom. Het moet vernieuwd worden. Je moet een nieuw hart hebben. Van mij. En de Heer Jezus doet precies hetzelfde wat hier in Jeremia staat. Hij nodigt uit die prachtige woorden, ze worden vaak geromantiseerd. Matthäus 11. Wie kent ze niet? Met name de woorden natuurlijk: komt tot mij allen die vermoeid en belastheid. En ik zal u rust geven. Wie kent die woorden niet? Dat gedeelte, lieve broeders en zusters, lieve broeders en zusters thuis, in dit gedeelte staat zo ontzettend veel. Maar we leggen de aandacht eventjes op de woorden: Kom naar mij toe. Dat zegt hij tegen Juda, dat zegt hij tegen de volken, tegen de Belgen, tegen de Duitsers, tegen de Engelsen, tegen de Nederlanders, tegen de hele wereld: Kom tot mij. En de Heer die zegt dit in hoofdstuk 11, terwijl er al eerder heel veel is gebeurd, dat ze Hem hebben verworpen, dat ze niets met Hem te maken willen hebben, dat Hij ook eerder al hen gewaarschuwd heeft, dat ze graag tekenen en wonderen willen zien, maar niet zich willen bekeren. En dan roept Hij de enkeling. En hij nodig ze uit. Ik moet je eens voorstellen, die hele, hele menigte staat zo om hem heen. En dan zegt de Heer, kom naar mij, kom tot mij. Billy Graham deed het ook, in het stadion. Kom, wie wil zich bekeren? Kom, 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 kom. En dan vroegen ze Billy Graham later, hoeveel mensen zouden zich nu echt hebben bekeerd die daarvoor zijn gegaan? Ik denk minder dan 10%. procent. Het ligt natuurlijk niet in het komen, letterlijk. Maar het kan soms heel goed zijn om te komen. Maar de Heer die zegt eigenlijk, kom tot mij, in geloof. En hij zegt het zo mooi, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En daar zou je heel veel in kunnen vullen. Maar de grootste last en de grootste moeite, wat is dat? Dat is de zonde. De zonde die alles kapot heeft gemaakt. De zonde die mensen liefdeloos maakt. Vol met haat. Die mensen keihard maakt. Die mensen niet, dat ze elkaar niet meer zien of horen. Dat heeft de zonde allemaal gedaan. De zonde heeft ons allemaal in huisjes geplaatst. Letterlijk en figuurlijk. Dat gebeurt boven niet hoor. Boven is geen privacy. Een haagje en een hekje en een. Wilt u even inspreken als u? Hè? Wilt u even zeggen wie u bent voordat u bij mijn huisje kunt komen boven? Ja, we lachen erom, maar zo is het toch. Wat heeft de zonde gedaan? De zonde. De zonde heeft het allemaal uitgewerkt. Ik zag uh, deze week een, een, een aardappelland en ik denk, waar, zijn, waar zijn, wat is het, het? loof van de aardappelen. Ik zag alleen maar on onkruid. Ja, dat gebeurt ook tussen de aardappelen. De dolk en de tarven. En zo is, heb je het wel eens: heren, waar, waar, waar bent u nog? Bent u nog aan het werk? Want er is zoveel onkruid. Het, het, het is, het, ik heb geen hoop meer. Zegt u, ja, let op, zegt de heer dan. Let op. Tussen het onkruid. Daar zitten de aardappeltjes. Ik ga ze oogsten. Ik ben aan het werk. Let erop. Er zijn nog 7000 die hun knie niet voor de baal hebben gemogen. Oh, dank u heren. En de Heer Jezus zegt tegen de, tegen de mensen: Kom, kom tot mij. Ga je ook eronder door bijna? De zonde breekt je, maakt je kapot, geeft je ellende. Het geeft je uiteindelijk de dood. Je loopt letterlijk met de dood in je schoenen. Wat voor schoenen hebben we aan? Hebben we de schoenen van de Heer aan? De schoenen van de vrede? Efeze 6? Van het Evangelie? Of lopen we met de dood in onze schoenen? Dat is hier aan de hand. En de Heer die zegt, kom. Judah, kom, voordat ik de oordelen ga brengen. En dan zegt hij, en ik zal u rust geven. Er is geen rust, alleen bij hem. En dan is het heel boeiend om te zien hoe de Heer dat dan zegt. Neem mijn juk op u. En nummerie 21. Gaat het over een kalf, een rood kalf, maar die mocht geen juk dragen. En de Heer Jezus die zegt: mijn, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Wat bedoelt de Heer Jezus met zijn juk? is datgene wat de Heer Jezus doet, dat hij naar de aarde is gegaan. We hebben het gevierd dat hij alle last van de zonde op zich genomen heeft. Dat hij de wil van de Vader heeft volbracht. Is dat een juk voor hem? Nee. Het is een vreugde voor hem geweest om de wil van zijn Vader te doen. Hij is als die vaars dat kalf zonder juk. Daarom zegt hij, neem mijn juk op u. Wat bedoelt hij daarmee? Mijn juk betekent dat ik, ik doe alles in zachtmoedigheid en nederigheid. Ik aanvaard met vreugde de wil van mijn vader. Dat wil hij doen. Hij wil het volbrengen. Hij zei, moet, de Heer heeft nooit gezegd: Moet ik sterven voor die mensen die zo goddeloos zijn? Nee, hier ben ik, here om uw wil te doen. In de boekrol staat van mij geschreven. Moet u voorstellen. Hij ging met vreugde. Ja, natuurlijk zag de Heer op. Tegen het lijden, die drie uren, hè? die drie uren. Dat hij de zonde moest dragen. Maar hij was vol van vreugde om de wil van de Vader te doen. Hij werd ook nooit verlaten door de Vader. Hij werd verlaten door God. Want Hij is God en de mens Jezus stierf. Dus Hij zegt eigenlijk tegen ons, Rennie, neem mijn juk op je. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ja, maar, heren, daar heb ik geen zin in. Ik wil het niet moeilijk hebben in mijn leven, heren. Ik protesteer. Ik ageer. Ik rubbeleer, heren. Ik accepteer het niet. Ik wil gezond zijn, heren. Ik wil een vrouw hebben die ook 100% is. En ik wil een dochter die altijd doet wat ik zeg. Heren, ik protesteer. En de heer zegt, leer van mij. Leer hoe ik vreugde vind in de wil van mijn vader. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Dat ik het volledig accepteer in vreugde. En nederigheid. Ja, maar de heer moet alweer de stoel recht zetten, heren. Moet ik hier alweer om half negen zijn dan? Om het kerkgebouw te openen? Moet ik het weer schoonmaken, heer? Moet ik vanmorgen weer naar de bitstond? Moet ik weer naar de luisteren? Dat heb ik al zoveel jaren gedaan. Moet ik weer die Bijbel lezen, heer? Doet u het met vreugde? Een kind van God. Doe het toch met vreugde? Gaan we met vreugde naar de bitstond? Yes! Van bed. Bidden voor de mensen in vervolgde gebieden. Delen. Thuis bidden. In de gemeente bidden. We gaan naar de Bijbelstudie. heer. wat wilt u? Hier ben ik. Ik heb mijn juk. Uw juk op mij. Niet het juk van de wereld. Ik hoorde van Olympische spelers. Van een aantal die zeiden... Die gingen er mentaal onderdoor. Ze genoten niet meer. Ze moesten dit, ze moesten dat, ze moesten dit en ze moesten... Elke week trainen, elke week dat eten. En dan ook nog je verantwoorden voor de media. Hoe ver ben je? Denk je dat je in de prijzen valt? De... Ze zijn gestopt. Nou dan hebben we, de sporters zijn in die zin maar een voorbeeld. Maar zo kan het zijn. Heel veel gelovigen, heel veel gelovigen leven niet meer zoals de Philadelphia, maar als de Efeze. Misschien zegt u Efeze, ja. Wat zegt de Heer ook alweer over de Efeze? Hij zegt, kijk eens van welke hoogte jullie gevallen zijn. Kijk eens even. Je hebt soms iets eens door van welke hoogte. Ja, maar ik kom bij de Baptisten in Altmaar. Ik val niet van die hoogte. Oh nee. Ja, maar ik preek toch elke week en doe Bijbelstudies. Kijk eens van welke hoogte je gevallen bent. Kijk eens hoe ver je afgeweken bent. Hou je nog echt van mij? Doe je het nog uit liefde voor mij? Want dat was het probleem met de Efeziërs. Ze hadden niet meer de eerste liefde. Ze stonden niet meer in brand voor de Here. Het, het was weg. Nou oh ja, het moest toch. Nou ja, zo gingen ze. Oké, okay, ik doe het wel. Ze hadden vergeten het juk van de Heer Jezus. Ze kenden dat niet. Als er geen liefde is voor de Heer Jezus. Als je de Heer Jezus niet meer verwacht, gaat alles weg. Gaat alles weg. Een van de, ene van de zeven gemeenten van openbaring 3, 2 en 3 is de gemeente Philadelphia. Een voorbeeldgemeente. Geen enkele kritiek. En weet u hoe dat komt? Heel simpel. De Heer die zegt, omdat jullie mijn woord hebben bewaard, dat woord, dit woord van God, hebben jullie bewaard in jullie hart. Nee, niet, een, niet ergens veilig opgeborgen in een kluis. Wat een dikke laag stof op zit. U hebt mijn woord bewaard. U hebt mijn naam niet verlogen. Ze zien uit naar de komst van de Heer Jezus. Ze leven bij het woord. En weet je, als je van de Heer Jezus houdt, dan gaat dat zich vertalen, hè? Ja toch? Dingen vertalen zich, zo noemen we dat zo mooi. Als je van de Heer Jezus houdt, dan vertaalt zich dat. Er komen niet allemaal hartjes uit mijn hart, allemaal hartjes boven mijn hoofd, zegt Reddy, die houdt veel van de Heer Jezus. Kijk eens. Nee, dat vertaalt zich op een hele andere manier. Dat vertaalt zich in dat je het, het woord van Hem lief hebt. Het vertaalt zich in dat je naar Hem uitziet. Want dat staat ook in het woord. Het, het vertaalt zich in dat je het woord van God letterlijk neemt, serieus. Hoe kan het, hoe kan het dat zoveel mensen het woord van God niet meer serieus nemen? Hoe kan het dat zoveel kerken en gemeenten, en als u de kerkelijke kaart een beetje kent van Nederland, dan weet u dat. Dat ze niet spreken over Israël. Niet spreken over de grote verdrukking. Niet spreken over de opname. Niet spreken over de posities van de gemeente. Niet mispreken over de zonde, bekering en de Heer Jezus. Hoe kan dat? Omdat ze het woord van God niet liefhebben. Omdat ze de Heer Jezus niet liefhebben. Omdat ze hem naar de fabeltjeskrant hebben verwezen. De Bijbel is niet meer dan een literair boek. En het wordt nog een beetje geopend in kerkdiensten als poëzie. Want het hoort bij de liturgische gewoonten. Het is verschrikkelijk. Het is dramatisch. Het is verschrikkelijk erg. Heren, open hun ogen. Maar de Heer die zegt tegen de mensen daar in Matthäus 11. U hebt het voor wijzen en verstandigen verborgen gehouden, maar voor kinderkunst geopenbaard. Je kunt de Bijbel niet met je verstand bevatten. Uit het verstand komt geen geloof voort, dat komt voort uit kinderlijk vertrouwen. Een kind die, zijn hand, die de hand uitsteekt naar vader en naar moeder. Die zegt, ja, wat vader en moeder zeggen is waar. Volledig vertrouwen in kinderlijke afhankelijkheid. Dat bedoelt de Heer Jezus. Hij heeft het aan kinderkens geopenbaard. Hij heeft het aan u, aan jou en mij geopenbaard. Wat staat hier ook in Philadelphia. Hij openbaart dat de opname spoedig komt. Dat heeft hij geopenbaard in het woord van God. Hij openbaart het aan de gemeente, aan zijn gemeente. De wereld weet van niets. Het groot gedeelte van de kerk weet helemaal van niets. Helemaal van niets. Want ze kennen het profetische woord niet. Elke bladzijde in de Bijbel vinden wij toch belangrijk. Daar houden we van, van elke bladzijde die in deze Bijbel zit. En daar staat dan over wat de Heer Jezus zegt. Dat vind ik ook zo mooi. Mensen zullen straks buigen, ook toen, voor hen, omdat ze ontdekken dat de Heer Jezus hen lief heeft. En erkennen dat ik u lief heb. Van wie wordt dat ook gezegd? Er wordt gezegd van: Daniel, gij zeer beminde man. Ik heb u lief. Met wat voor liefde hebben we vanmorgen gevierd? De liefde van de Heer Jezus. Ik heb jullie lief. Want jullie hebben mijn woord bewaard en jullie zien uit naar mijn komst. We zien uit naar Hem, die zoveel liefde voor ons heeft. En omdat u het woord van mijn volharding of van mijn verwachting hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. 2021, 8 augustus. Hoe lang zou het nog duren? De wereld staat in brand. De wereld staat echt in brand. We leven in de eindtijd. Ik, ik ben er heilig van overtuigd dat de opname spoedig komt. Maar hoe kan het dat Jeremia, die profeteert het woord van God, en ze zeggen: ja, God, die lost zijn woorden niet in. Dat doet God niet. We hebben onze eigen plannen. Het duurt al 2000 jaar. Waar blijft de belofte van zijn komst? Zegt Petrus in 2 hoofd... Petrus 3. Waar blijft de belofte van zijn komst? Komt die twijfel in u op? Nee, hoop ik. De opname komt. Dat is het eerste heilsfeit. En de gemeente moet weggerukt worden in een moment van tijd. Wat de wereld, wist u dat? Wat de wereld al zo lang heeft gewild. Weg met die christenen. Ze worden nu al opgeborgen in heel veel landen. Weg, weg, weg. Weet je waarom? De gemeente laat het aangezicht van de Heer Jezus zien. Ze laten zien wie God is. Dat zien ze in de gemeente. Weg. Dan kunnen we onze gang gaan. Weg. En ze zullen hun gang gaan. Ze zullen hun gang gaan, de weerhouder die, die nog tegenhoudt, zoals Abraham bad voor Sodom en Gomorre. Zeg God, doe het niet. God zei, doe het niet als, als. Maar dit gaat gebeuren. De oordelen van God, het staat hier zo duidelijk, dit gedeelte, ik zal u bewaren voor de verzoeking. Het gaat hier over de oordelen van God. God zal de wereld bezoeken. Dat is wat? God gaat de wereld bezoeken. Met zijn oordelen. En hij zegt het dat die verzoeking over heel de wereld zal komen: over heel de wereld. Niet alleen over Nederland. Ook over Nieuw-Zeeland, Alaska, Moskou, New York. Over heel de wereld. Wereldwijd zullen ze bezocht worden door God. En we zien nu, we zien dat nu al, we zien de contouren van de grote verdrukking verschijnen. door de epidemie die over deze wereld raast. En hoe we er ook over denken, we zien de hand van God. Dat hoop ik dat u dat ziet. We zien toch de hand van God. Of zeggen we nou ja, het is toevallig, het is ontvluchten, hoe hang misschien, huppakee. Nee, het is de hand van God. Zien de Grieken op dit moment de hand van God met de grote branden? Ziet Turkije het? Ziet Erdogan het? Nee, ze zien het niet. God schudt de aarde op vele manieren. Maar we hebben God weggeteologiseerd. God bemoeit zich niet met de aarde. God die slaapt. Zoals de wereld slaapt. Worden we nog opgeschrikt? God die waarschuwt. Alle alarmbellen in mijn auto staan op rood. Ga ik dan gewoon wegrijden? Ik zeg oh, het gaat wel weer over. Nee. Velen gaan relaxen achterover. Het zal mijn tijd wel duren. Nee mensen. Wij leven in een ernstige tijd. We leven in de tijd van Jeremia. Jeremia waarschuwt. En wat hebben ze met Jeremia gedaan? Ze hebben hem in de put gegooid. Hou je mond vanaf nu. En je gaat zeggen wat wij willen zeggen. Nee, zei Jeremia, dat doe ik niet. Ik, ik moet het zeggen. Mijn hart brandt. Ik sta in vuur en vlam voor de heer. Ik moet het zeggen. Het profetische woord. Heel veel mensen, zowel in mensen in traditionele kerken als in charismatische kerken, ze hebben het profetische woord vergeten. Echt. Het, het profetische woord is niet alleen voor het zoeklicht en de middernachtsroep. Het is voor de gemeente van Jezus Christus. En wij zien er aan uit. Wij bewaren het hele woord van God. Niet een paar bladzijden. Niet alleen de psalmen. Niet alleen maar de Maranatenboodschap. Het hele profetische woord. En daarom zegt de Heer ook, omdat jullie dat doen, dan waarschuwt Hij. En hij zegt: ik ga de aarde ga ik verzoeken. Zie, ik kom spoedig. En wij zeggen, oh, dat zal nog wel even duren. Moet je zeggen, als we als we dat zeggen, als dat in ons opkomt, de Heer Jezus zegt ik kom spoedig. Oh, dat, dat duurt nog wel even. Dat, dat duurt nog wel even. De Heer zegt: ik kom spoedig. U twijfelt toch niet aan het woord van de Heer Jezus. Ik kom spoedig. Ik breng over. Deze wereldverzoekingen. In die laatste zeven jaar en die laatste drieënhalf jaar... ...gaat er verschrikkelijke dingen gebeuren, mensen. Verschrikkelijke dingen. Moi. Wij gaan naar Mallorca. We gaan feest vieren. We, we, we schoppen iemand dood. Want we hebben daar lol in. We schieten mensen dood. In Rotterdam... Wat interesseert ons dat? We laten mensen creperen. De, de wereld staat in brand, maar we hebben geen bluswater. De Heer Jezus die zegt tegen ons, die prachtige woorden, ik hou van jullie, want jullie hebben mijn woord bewaard. En jullie volharden in mijn verwachting. Jullie volharden in dat je mij blijft volgen, dat je mij verwacht. Je maakt je klaar voor mijn komst. Het is geen verrassing voor je. Houd vast wat u hebt. Lieve broeders en zusters, hou het vast. Mensen thuis, hou het vast. Hou het woord van God vast, alsjeblieft. Hou het woord van God vast. Zeg het tegen elkaar. Maak u klaar. Hou het woord van God. Leef niet oppervlakkig. Zie uit naar Hem. Hou vast wat u hebt. Het zijn de woorden niet van mij. Echt niet. Het zijn de woorden van de Heer Jezus opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Hij heeft de kronen heeft de heer op een rij gelegd voor u, voor jou. Hij wil u kronen met gouden kronen. Omdat u vast hebt gehouden het woord van hem. Omdat u hebt uitgezien naar hem. En weet je wat er dan gebeurt? Moet dus even ik sluit af. Moet dus even lezen wat er staat. Dan zegt de Heer. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. Ik weet, weet u wat een zuil doet? Die doet veel meer dan deze paaltjes hoor. Ik zou ze er niet onderweg halen trouwens. Maar een zuil, dat is de drager van de tempel. En God die zegt, ik maak je tot een zuil. Je bent onmisbaar. In de wereld ben je, pst, ben je niks. Ben je steentje weg. Je bent niks. Maakt niet uit. Zo behandelen ze ook onze Heer en Heiland. Maar ik zal je maken tot een zuil, tot een drager van mijn tempel. Moet je eens voorstellen wat de Heer zegt. En ik zal van mijn God en Hij zal daaruit niet meer weggaan. Het blijft zo. Die zuil blijft, want het is Gods werk in ons. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. Al mensen op mij, op op mij. Ja, doet de Heer dat? Dat doet de Heer. Hij zegt het. En de Heer kan niet liegen. Hij gaat de naam van mijn God op ons schrijven, op u, op jou. Geweldig. En dan zegt hij, en de naam van de stad van mijn God. Die stad die uit de hemel zal neerdalen. Daar bent u, daar ben jij bij. Geweldig. Leef uit die belofte, lieve broeders en zusters. Leef uit die belofte van de woorden van de Here. Het nieuwe Jeruzalem. Bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wij horen bij de Heer Jezus. En wat een belofte, hè? Wat heeft hij ons lief? Neemt u zijn juk op u? Met vreugde! Yes. Ja, niet even enthousiast, maar duurzaam. Hemels duurzaam. Niet even dat je zegt, nou, ik, oh, Renny heeft gezegd, ik ga morgen, uh, morgenavond naar de Bijbelstudio. Nee, dat we met vreugde erheen gaan. Om het woord van God, niet om Renny, om het woord van God. Dat we met vreugde naar de dienst gaan. Dat u vanmorgen met vreugde bent om te zingen voor uw Heer en Heiland. Dat we zo als gelovigen Hem mogen volgen, Petrus. Zullen we bidden? Liefdevolle Vader, dank U voor de rijkdom van de woorden die we mochten opeten zoals Jeremia. En wat hebben we een verantwoordelijkheid. Jeremia at de woorden op en hij moest, hij moest ze vertellen. En wat was het zwaar? Wat was het zwaar voor hem? Maar u zei tegen Jeremia: Ik verlaat je niet. Ik blijf bij je. Heel veel broeders en zusters gaan door een enorme diepte, omdat ze u, Heer Jezus. Hebben leren kennen. We dragen ze aan u op. We bidden voor hen. En u bent daar. U verliest ze geen moment uit het oog. En dat is ook hier. Ook hier bent u. Ook hier is uw oog op ons. Vader, misschien zijn er wel mensen in ons midden. Die u nog niet kennen. En dan zegt u vanmorgen, heel simpel: Het zijn uw woorden, kom tot mij. En drink van mij, de bron van het levende water. U, jij mag komen. Je mag gewoon naar de Heer gaan en zeggen: Hier, hier ben ik. Ik ben het leven zat. Ik ben het leven moe. Ik kan niet meer. Ik ga er onderdoor. En u zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belastheid. En neem mijn juk op u. Het juk van de Heer Jezus. Want hij heeft alles volbracht, ook voor jou, ook voor u. Hij stierf aan het kruis voor uw zonden en voor uw schuld. In één moment, als u naar hem toe gaat en u zegt... Heer Jezus, hier ben ik, kom in mijn leven. Ik bekeer me, ik keer me af van, van dat goddeloze leven... En ik werp me aan uw voeten. En ik neem u aan als mijn Heer en Heiland. Gaat de Heer in één keer al schuld wegdoen. In één keer. En dan krijgt u rust. U krijgt rust voor uw ziel. U krijgt vrede in uw hart. Misschien zijn er mensen, ook vanmorgen, ook gelovigen, die zeggen, ik heb, ik heb geen vrede. Ik, ik ben onrustig, ik ben bezorgd. Ga naar hem toe. Ga naar hem toe, alsjeblieft. En, en ga onder zijn jeuk. Accepteer het. Buig voor hem. Heren, ik accepteer waar u me op dit moment hebt gebracht. Ik accepteer mijn plek in deze wereld. Ik, ik accepteer de situatie waarin ik leef. Met zachtmoedigheid en nederigheid. Wilt u het veranderen? Doet u het maar. Maar op dit moment wil ik me buigen in zachtmoedigheid. Gemeente van onze Heer Jezus? Laten wij het juk van de Heer Jezus op ons nemen. Laten we accepteren de positie die we op dit moment hebben. Laten we onszelf niet verhogen. Laten we ons niet op de troon zetten zoals de Corinthiërs. Maar laten we wachten op Hem. Heren, in zachtmoedigheid en nederigheid buigen wij voor U. Er gebeurt heel wat. Maar we willen ons niet druk maken over morgen. We maken ons druk over onze ziel. En we maken ons druk over de zielen van mensen. Als ze de Heer Jezus ook kennen. En we zien uit. We zien uit naar U. Hou vast. Wat u hebt. O, dank u wel, Vader, dat we zo voor elkaar mogen bidden. Dat we zo elkaar aan u mogen opdragen. Vader, ik wil ook in het bijzonder nog bidden voor onze zuster Claudia. Ik wil haar ook en met Rob voor uw troon brengen. De troon van uw genade. Wilt u genezen, zoals u hebt gezegd, wilt u verlossen. En ook voor Bram, ook zijn benauwdheid met bets willen we zo bij u brengen. En ook de mensen die misschien thuis mentaal of lichamelijk moeilijk hebben, bedragen ze voor uw troon. U weet het. U weet wat een ieder nodig heeft, Heer. En we mogen zo, wat ook zo toonbeeld is in de gemeente Philadelphia, de broederliefde. Als we uw lief hebben. Als we uw woord lief hebben. Als we u verwachten. Dan stroomt de gemeente over van liefde. We houden van elkaar. We houden van elkaar met de liefde die uitgestort is in onze harten, uit de hemel. Van u. De liefde. De Agape liefde. De gevende, de dienende liefde. O Vader, dank u wel daarvoor. We zien uit. We zien uit naar U, Heer Jezus. Glorie voor Uw naam. Amen.